Welkom in een nieuwe aflevering van TechMike. Mijn naam is Magali Reu en elke week nodig ik een ondernemer of een expert bij mij uit. Uh, vandaag zit Alexander van Laar bij mij, de voormalige CEO en medeoprichter van Flavor. Vandaag is hij bezig met de succesvolle start-up Poppy. Ik ben alvast heel erg benieuwd naar zijn ondernemersvrouw. Indien je nog niet gedaan hebt, zeker subscriben, want er komen nog veel meer interessante interviews online. Hallo Alexander, welkom. Dag Magali. Vertel mij eens, wat is de pitch van uh, Poppy? Wel, uh, Poppy is een gedeeld mobiliteitsplatform, wat dus wil zeggen dat wij zowel deelwagens als deelscooters momenteel in Antwerpen aanbieden aan mensen die ja, geen eigen auto meer willen gebruiken. Uh, en het is super eenvoudig. Convenience staat bij ons echt in de core van het platform. Je kan de auto gewoon vinden met een applicatie, boeken met de applicatie, en openen met de applicatie. Je stapt in, je doet op start en je begint te rijden. Ja. Je mocht de auto overal achterlaten. Uh, en dat doen we dus nu zowel met auto's, maar uh, ook met scooters. Uh, en wie weet binnenkort nog met meer. Oké. Okay. Zeg Alexander, mag ik je iets vragen? Ben jij nu eigenlijk een serie-ondernemer? Want ja, je hebt vliegen al een eerste start-up-avontuur achter de rug en je bent amper 27 jaar. Uh, ja, what's in a word? Uh, ik wil maar zeggen van ja, het is mijn tweede start-up. Ja. Uh, dus als je dat dan zo wilt, uh, wilt, wilt, wilt noemen, ja, dan kan dat. Uh, ik ken een hele hoop andere serie-ondernemers <laughs> naar, naar wie dat ik enorm yeah. opkijk. Dus ik zou mijzelf zeker niet zo willen profileren. Oké, okay. um, Terugkijkend op Flever. Um, wat, uh, wat is daar eigenlijk ja, misgelopen? Mm. Ik denk dat dat heel moeilijk is om te zeggen van, dat is er misgelopen, omdat waarschijnlijk zal het een combinatie zijn. Vanom waarschijnlijk veel zaken die, die ja, dan misschien toch net niet tot de winning formula hebben kunnen leiden. Ik kan er misschien een paar opzommen. Ik denk uh, eerst en vooral, uh, wat dat wij deden met flavor, was een, een platform waar de huisbereide maaltijden konden verkocht worden aan mensen in de buurt. Maar wij namen een groot deel van de convenience weg. Ik denk dat vandaag iedereen wel Uber Eats en Deliveroo kent. Ja. Um, wat is de grote sterkte daar? Ik heb honger op dit moment, ik pak mijn gsm, ik bestel en 30 minuten later staat dat eten voor mijn deur. Bij Flavor was dit anders. Hè. Daar moest je een paar dagen op voorhand gaan bestellen bij een thuischef. Dus ja. er was wel veel meer authenticiteit enzovoort hè, dat er aan te pas kwam. Maar uiteindelijk was de convenience was minder. Je moest ook het eten nog effectief gaan halen bij de personen thuis. Um, en we denken in die end, convenience is de nu loyalty, dat dit wel een van de zaken was dat de groei heeft tegengehouden. Ja. Een ander heel belangrijk aspect is dat, ja, Flavor, ik heb het zelf gezegd, het is een two-sided marketplace. Ja. En een van de zaken die, als, als, ik krijg tegenwoordig heel veel vragen van mensen die, die, die advies willen voor een two-sided marketplace op te starten. En een van de eerste dingen die ik zeg is, two-sided marketplaces are fucking hard. Dat is ja. een van de zaken die ik heel snel zeg. En waarom? Omdat je twee markten hebt. Je ja. moet zowel vraag en aanbod kunnen overtuigen. Wat dus wil zeggen dat je twee product market fits moet hebben. Wat dus ook wil zeggen dat je twee keer marketing moet doen voor die mensen. Dus dat kost vaak twee keer zo duur. Je Twee keer op twee verschillende zaken gaan focussen. En je hebt geen een van de twee onder controle. Als er een grote vraag is naar lasagne's, moet er ook nog een groot aanbod zijn van lasagne's en vice versa. Ja. Dus het is heel moeilijk. Hè. Het is al moeilijk genoeg als bedrijf als je zegt: ik kan het aanbod bepalen. Om dan te zorgen dat het aanbod past voor de vraag. En ja. als er meer vraag is, meer aanbod. Als er minder vraag is, minder aanbod. zei het Marketplace heb je daar eigenlijk heel weinig vat op. En dat maakt dat je heel veel schaal nodig hebt om zo'n platform echt werkend te krijgen. Um, Kijk naar bedrijven als Airbnb enzovoort. Uh, ik wil me zeker een vast, Ik wil je daar niet mee vergelijken, maar het is een enorme schaalbedrijven, wat ook nodig is. Yeah. En daar heb je heel veel geld voor nodig, want je verdient maar heel weinig op één transactie. Yeah. En ik denk dat al die aspecten maken dat two-sided Marketplace super moeilijk waren. Pas op, dat wisten we voordat we eraan begonnen. En dat heeft ons, laat, allez, laten we zeggen, ook niet ontmoedigd om er toch mee yeah. te starten. Moeilijk kan ook. Um, maar, uh, maar ja, in retrospect, ja. inderdaad, toch niet gemakkelijk om het zo op te starten. Want jullie wouden opnieuw kapitaal ophalen, maar dat is dan niet meer gelukt? Ja, ja dus, dus wij wouden opnieuw kapitaal ophalen en ik denk dat, dat je daar ook een beetje... Allee, ik had heel veel het gevoel dat we wel met het kip of het ei verhaal zaten. Dat ja. was van, oké, okay, voor nieuw kapitaal op te halen heb je sterke metrics nodig, maar aan de andere kant had je ook wel aanzienlijk kapitaal nodig, om die sterke metrics aan het licht te kunnen brengen, om dat levensvatbare verhaal van een het marketplace ja. te kunnen maken. Net omdat dat zo complex is. Uh, en ik denk dat zo'n platformen toch wel een, een serieuze initiële kapitalisatie nodig ja. hebben. Om die markt in het begin voor een deel te gaan kopen en voor een deel te gaan forceren, totdat die werkt. En eens dat die bolt, dan blijft die wel bollen. Maar die een bal aan het rollen krijgen is heel moeilijk. En daar ja. heb je veel efforts voor nodig en dus ook kapitaal. Ja, je hebt ook wel een en ander ervaren over het, uh, het ondernemersklimaat in België toen. Um, ja, en ook je had een, een, een team, een, 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 een team heb je die allemaal moeten laten gaan. Hm. Kan je zo beide uh, eens uitleggen hoe dat je dat hebt, je hebt beleefd, van het begin van je eerste start-up tot eigenlijk het einde? Ja, dat is een rollercoaster. Ik denk ja. dat, dat je daar heel weinig, uh, weinig anders over kunt zeggen. Uh, op het moment, ja, je start met zoveel energie, met zoveel passie, je doet dat graag. Um, en je zorgt ervoor dat de mensen met wie je je omringt, dat dat de mensen zijn die 100 geloven in hetgeen ja. waar jij voor staat en bedrijf voor staat. En dus dat maakt dat heel snel, als je dat goed doet, je een echt heel sterke teamcultuur begint te krijgen in die start-up. Waarin dat werknemers, ja, vrienden en familie ja. beginnen worden. Ja. En de dat flavor maakt family. de Flavor Family, of zoals we soms ook zeiden de Flavor Mafia. Hè. Yeah. Um, maar dat maakt van, van, je zit zo zo aan elkaar vast. Hè. Je zit dag en nacht samen te werken om toch maar dat doel te halen. Helemaal op het einde, dus ik doe even een, laten we zeggen, fast forward naar helemaal op het einde. Uh, op een bepaald moment, ja, uh, mensen voelden ook wel dat we geld op zoek, hè, op zoek waren naar geld en dat het niet gemakkelijk was. En um, ja, dat was het ook op dat moment van ja, wat gaan we nu eigenlijk juist zeggen ja. tegen die mensen? Want je hebt altijd heel transparant geweest tegen de werknemers. Wat gaat je op zo'n moment doen? En dan hebben we ook gekozen van oké, okay, we gaan vleven voor transparantie. Ja. Dus wat ik toen heb gevraagd aan de mensen die voor Flever werkten, was: uh, kijk, dit is de situatie. Um, ik heb nog twee weken tijd van jullie nodig. Ja. Um, ik wil dat jullie twee weken nog alles geeft, wat je in u hebt. Want als jullie dat niet doen, dan kan ik het ook niet doen. Maar als jullie nog twee weken alles op alles zetten, om, laten we zeggen, die metrics te laten stijgen, te zorgen dat we succes kunnen, kunnen boeken enzovoort, dan ga ik alles op alles zetten uh, en dag en nacht werken om nog een uitweg te vinden. En dat heb je ook effectief gedaan? En binnen twee weken ga ik jullie laten weten wat het is. En ik heb dan effectief heel hard gewerkt. Het hele team heeft gezegd, oké, okay, we gaan ervoor. Uh, we gaan dus twee weken in onzekerheid leven. Dus eigenlijk hebben die mensen ook twee weken echt mee in de onzekerheid van een ondernemer ook gezeten. Hè? Um, en ik ben en daar tot op vandaag zo super dankbaar voor. Dat ze ook gezegd, ja. oké, okay, we, we got your back en we gaan zorgen ja. dat, dat we er samen voor gaan. En ik denk dat dat iets is wat weinig met mij te maken heeft, maar gewoon met de mensen die we hebben gehired en de manier waarop je altijd met de mensen zit omgegaan. En ik denk dat je dan uiteindelijk wel die dankbaarheid kan hebben. Ja. Uh, en dat commitment van hun team kunt hebben. Uh, en dat was heel, uh, laten we zeggen, hartverwarmend wel. Ja. Ja, en welke learnings heb je dan opgestoken, als je terugkijkt nu op het hele avontuur, uh, zowel met de mentaliteit over ondernemerschap in België, uh, uh, het fiscale, uh, de start-up mentaliteit, uh, de initiatieven en de ondersteuning die er is? Uh. Veel, veel vragen. Uh, <laughs> veel vragen, oké. Okay. Uh, ik had er een paar dingen uit al, dus ik heb fiscaal gehoord. Hè. Uh, terugkijken naar Flever. Uh, op, eh, ja, mensen, particulieren zoals jij en ik... Die eten wil verkopen. Ja. Um, ja, wij zeggen van oké, okay, wij zouden daar graag een, een, een kader voor hebben. Dus ik weet nog heel goed dat op een bepaald moment ik naar de, was het, de Vot Financiën ging in Brussel. En ik ging mijn idee eruit leggen. Uh, en ik zeg, kijk, ik ben hier constructief. Dus ik ben niet zoals Uber enzovoort hier maar. Hè, ja, ja. Gewoon wil doen. Ik, ik, ik kom proactief naar hier om aan jullie te vragen hoe dat het juist kan. En het antwoord was, sorry meneer, dat kan niet, dat is illegaal. U moet daar meteen mee stoppen. Dat was het antwoord dat wij kregen. En ik denk dat dat ook de eerste keer was dat, uh, dat wij zo het gevoel hadden van, ja, nu zijn we wel echt fucking losers. Want eigenlijk zijn we ja, ja. nog niet eens begonnen met onze start-up en het is eigenlijk al gedaan omdat het niet mocht. Uh, en dan hebben we gezegd, oké, okay, dit kan niet de bedoeling zijn. Uh, hetgeen wat wij doen is goed. Uh, ja. Er zijn mensen die, 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 die een passie hebben voor koken die dat goed doen en die daar graag iets van kunnen bijverdienen. En wat doen die mensen nu? Die zijn nu niet aan het ondernemen. En door dit te doen kunnen die mogelijk wel ondernemen. En wie weet worden dat wel cateringbedrijven. Die ja. zeggen van ja, eigenlijk, dit is mijn passie en ja. ik heb het gevonden en mijn verkoop gaat goed. En ja, Flavor, sorry, ik ga het niet meer met jullie blijven doen, maar ik start gewoon Het bevordert um, de economie. mijn, mijn, mijn vernootschap, ja. ja. En wij hebben wel degelijk zo'n geval gehad op Flavor. Dus Flavor was een soort van ja, incubator, zal ik ja, zo maar ja. zeggen, voor startende foodondernemers. Ja. Um, maar nee, het mocht niet van de overheid. En we zitten oké, okay, kijk, uh, dat hebben we toen niet gezegd tegen de overheid, maar we gaan het gewoon doen. Um, en de mentaliteit die we toen hadden, uh, was van oké, okay, er is één ding dat de overheid is, en dat is dat ze traag zijn. Ja. Dus tegen de tijd dat wij bewezen hebben, of dat zij door hebben beter, dat wij niet zijn gestopt, gaan wij bewezen hebben dat hetgeen wat wij doen wel degelijk goed is. Ja. En dat dat inderdaad een kader nodig had. En dus zo zijn wij, laten we zeggen, uit elkaar de gegaan. Disruptie van de overheid. Ja, zo zou ik het niet willen zeggen. Maar, maar ik denk dat als ondernemer uh, heb je altijd wel dat klein beetje het, 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 een rebelkampje ja, ja, ja. in, in, in jezelf. En zeker wanneer je het gevoel hebt van dit is niet rechtvaardig. Ja, ja. Dit klopt niet. Dit is gewoon koterij, bureaucratie. Ja, ja. Uh, daar leg ik me echt niet bij neer. Nee, nee, nee. En dat maakt mijzelf heel kwaad. En dus ik had zoiets van, hey, we gaan dit gewoon doen. Uh, en dan hebben we politieke bereidheid gevonden. Relatief snel. Uh, om, om te zeggen van, uh, ja, inderdaad, hetgeen wat hier gebeurt, uh, we moeten dat breder bekijken. Ja. Dat is een nieuwe vorm van economie en we moeten dat gaan reguleren. En zo is het toch van het een naar het ander gekomen. En ik ben nog altijd op vandaag heel trots dat Flavor een van de twee eerste erkende deel economie in België is geweest. Ja, ja terecht. Je ja, hebt mij ook uh, in een eerder interview gezegd van, ja, in het begin gaat uh, het ondernemerslandschap u doodknuffelen als start-up, maar daarna gaan ze u doodknuppelen. Dat is een opvallende uitspraak. Ja, um, ja nee, en ik zat daar nog altijd achter. Ik denk dat um, als we bijvoorbeeld kijken wat we vandaag de dag uh, meemaken met Flavor. Uh, dus, dus misschien eerst over het dood hè. Uh, Je bent startende ondernemer, onwaarschijnlijk veel initiatieven. Ja. Um, dus, dus ik denk dat als startende ondernemer het uh, tegenwoordig de moeilijkheid is geworden om te zien hoe dat je wilt starten, met welke incubator, met welk coaching, netwerk enzovoort. Ik denk dat dat eigenlijk de moeilijkheid is geworden in plaats van die te vinden. Um, dat is niet erg, hè. Dus, uh, allez, ik heb het liever dat het zo is dan dat er niets is. Ja, ja. Maar dus in het begin wat we zeggen, wordt je doodgeknuffeld en, en, en is daar een hele bubbel rond die stars van oké, okay, geweldig. En je leeft er een beetje op een roze wolk. Maar vrij snel kom je toch ook uh, in aanmerking, bijvoorbeeld wij met Flavor, um, wij kregen op een bepaald moment fiscale controle. Ja. Um, niet, on, allez, niet onlogisch, niet onwaarschijnlijk. Ik had daar ook helemaal geen probleem mee. Um, Flavor was ook, wat uh, we zeggen, VC-backed. Onze boeken ja. waren perfect in orde. Um, dus, uh, dus wij kregen die fiscale controleur over de vloer en uh, ik heb die met handen en voeten moeten uitleggen dat Flavor op dit moment nog geen winst maakte en dat de winst die Flavor zou maken pas ver in de toekomst zou liggen. Omdat, het, net zoals ik in het begin zei, een two het marketplace zeer ja. moeilijk is enzovoort. Ja, ja, ja. En dat was onwaarschijnlijk moeilijk. Die, die, die controleur die was mij aan het challengen op het feit van, ja, maar wie investeert in godsnaam in zoiets? En dat kan toch niet dat jullie... ...kosten maken nu, maar dat daar maar zo weinig opbrengsten aan over. Ik zeg, je, maar ja, maar nee, het werkt zo. Uh, het zijn weinig opbrengsten nu... ...maar die opbrengsten, ja. die moeten we kunnen schalen... ...en dan worden dat veel meer opbrengsten... daar waar de kostenstructuur relatief hetzelfde gaat blijven. En dat was onwaarschijnlijk moeilijk om dat erin te krijgen. Bepaalde kosten die verworpen zijn. En toen was ik heel kwaad. Uh, niet omwille van de kosten die werden verworpen... ...want dat ging eigenlijk over peanuts. Ik denk gewoon dat die persoon met iets naar huis moest gaan. Maar ik denk vooral om het feit van... ...ik, ik, ik ben hier volledig in orde... Ik probeer hier iets ja, te innoveren. Ik probeer iets nieuws te doen. En ik moet mij constant liggen verrechtvaardigen aan de overheid waarom dat het wel zou mogen. Terwijl dat het enige wat zij zeggen is van we kijken naar de regeltjes nu. En ja, maar dat past daar niet in meneer. Dat is van ja, oké, okay, maar dan zijn uw regeltjes misschien niet juist. Dan moet je ja. er nieuwe bij maken. Waanzin um, eigenlijk. Hè? Ja. En wat we nu zien is, oké, okay, we weten allemaal, Flever, het is niet gelukt. En eh, als een bedrijf niet lukt, heb je twee opties. Ofwel is een optie, we gaan failliet. En we betalen de schuldtijders niet meer terug. Of anders heb je de optie, we gaan verheffenen. We gaan ja. de vennootschap verheffenen. We betalen iedereen terug die nog geld moest. En dan stoppen we er gewoon mee op een clean manier. Ja. Wij hebben gekozen voor het tweede scenario. Ja. Dus wij zeiden, wij willen iedereen betalen. Onze verantwoordelijkheid. Dus Moos, mijn co-founder van Flavor en ikzelf. Wij hebben daar nog geld ingestoken. Persoonlijk geld ingestoken. Om nog, wat we zeggen, de schulden die we nog moesten betalen. Die allemaal te betalen. Dus ja. iedereen is betaald geweest. En dan zeiden we, nu gaan we verheffenen. Nu, je weet, hè, Flever heeft investeerders aan boord. Die investeerders zijn zowel vernootschappen die geïnvesteerd hebben, fondsen, hè, maar ook individuele particuliere ja. mensen. Mm -hmm. Je weet ook dat er een tax shelter bestaat ja. om te investeren in vernootschappen. Wat blijkt nu? Die individuele mensen zouden op het moment dat wij liquideren, onze vernootschap stopzetten, zouden ze een groot deel van hun tax shelter kwijt zijn. Zouden ze die belastingen terug moeten betalen, dat belastingsvoordeel terug moeten betalen aan de overheid. Waarom? Je kunt die tax er enkel houden als je failliet gaat. Oh. Of als de aandelen vier jaar bijgehouden zijn. Maar Flever heeft het geen vier jaar gedaan. Hè? Of toch niet ten, hè? na uh, die, uh, die ronde die we hebben opgehaald. Uh, en dus in één keer zit ik van ja, maar wat moet ik dan doen? Want ja. Ja, ik wil niet failliet gaan. Ik heb daar bewust voor gekozen dat niet te doen. Hè? Maar op een of andere manier heeft de fiscus tegen mij gezegd: ja, eigenlijk moet je failliet gaan. Anders kunnen zij de tax shield gebruiken. Of anders moet je van juvenileschap nog een paar jaar slapend houden, met dan alle kosten van dien. Dan denk ik van, maar dat kan toch niet de bedoeling zijn? Dat kan niet de bedoeling zijn. En dit, hè, ik heb nu twee voorbeelden gegeven, maar dat zijn twee voorbeelden van de honderden voorbeelden die ik kan geven, van hoe dat eigenlijk in België er een ongelooflijke swing is naar ondernemerschap boosten, maar dat ik als ondernemer het gevoel heb dat er structureel nog zoveel zaken, gewoon financieel, economisch, qua ondernemersklimaat, dus wat eigenlijk niks te maken heeft met de start-up, uh, zien, maar gewoon veel meer te maken heeft met de onderne het ondernemersklimaat in België, het wetgevend luik, het fiscale luik daarachter. Die zaken, die, daar is nog zoveel werk wat daar moet op gebeuren. Uh, dat, vandaar mijn quote. Uh, ja, in, ja. Begin, in het begin wordt gedoodgeknuffeld, maar uiteindelijk wordt gedoodgeknuppeld. Uh, dat is het gevoel dat ik vandaag nog vaak heb in België, met alle wetgeving. Ja, ja um, het doet mij denken aan een tijd geleden. Las ik uh, ik kende Cowboy met de mm -hmm. elektrische fietsen. Um, en er heeft iemand een heel boos artikel geschreven over... Ja, die jongens van Cowboy worden hier opgehemeld. Ze hebben zoveel uh, miljoenen euro opgehaald. Maar um, eigenlijk hebben ze met Take It nooit uh, uh, mensen kunnen uitbetalen. tijd omdat ze failliet waren gegaan. Dat is toch niet eerlijk dat ondernemers zomaar een tweede kans krijgen... dat de mensen die achterblijven uit de eerste start-up... Uh, maar ja, op hun onger moeten blijven zitten. En... Hm. Jammer. O, vind, jij, vind jij dat een voorbeeld nee, van dat doodknuppelen? Ik, uh, ik, ik weet eerlijk gezegd te weinig over ja. de situatie van, uh, van Take en Cowboy, dus ik kan daar niet heel veel verder op ingaan. Maar uh, ja, er hangt in België nog wel... Alleen, laten we zeggen, meer, meer algemeen. Uh, er wordt veel gedaan rond falen, maar het is niet dat falen in België exact, geaccepteerd is. Ja. Ik wil trouwens ook niet zeggen dat falen the way to go is. nee. nee, nee. Uh, oh. Want hey, ook die slinger kan doorslagen. Ja, ja. En ik denk dat nuance altijd heel belangrijk is. Um, de enige waar dat ik heel, heel, heel uh, fel voor sta, uh, vooral ook naar wat ik heb geleerd met Flavor, uh, dat is dat, uh, dat falen een heel belangrijk onderdeel is van het ondernemersproces. Ja. En dat wil niet zeggen dat het daarom de vernootschap is die faalt. Laten we zeggen dat is het laatste wat moet gebeuren ja. en ik hoop dat, dat er heel weinig mensen dat moeten meemaken. Mm -hmm. Maar tijdens dat je je venture aan het doen zet, gaat je honderdduizenden keren op je bek gaan. En dat zijn, laten we zeggen, steeds opnieuw de failure. Ja. Maar dat hoort erbij om vooruit te geraken. En, en dat is vaak, ik denk, de mensen met wie ik veel samenwerk, die weten dat ik vaak metaforen gebruik. Ja, ja. Ik weet um... dat ook en ik werk niet echt mee samen. Dus. <laughs> maar ik gebruik graag metaforen omdat op een of andere manier het voor mij conceptueel gemakkelijker is om zoiets heel gemakkelijk mm -hmm. uit te leggen. En ik denk dat ondernemen, je kunt dat vergelijken met in een grote kamer zitten. Dus stel je voor, je zit in een grote kamer van 20 meter op 20 meter. Dus is een grote kamer en het is pikzwart. Je ziet niks. En in die kamer is er één deur, en die deur die moet je vinden. Als je door die deur gaat, dan heb je je objectief gehaald. Of dat het nu is van break-even geraken als bedrijf, of een IPO doen, of... mm -hmm. dat laat ik in het midden. Maar dat is je doel. En in die kamer heb je honderden objecten, van minder gevaarlijk tot zeer gevaarlijk, die daar in je weg liggen, maar je ziet ze niet. Hoe gaat je daaraan beginnen? Hoe gaat je in godsnaam aan die deur geraken? Ik zou het niet ja, weten. Met veel op je bek gaan. Ja. En je gaat gewoon nog een klein beetje slim moeten zijn op het moment dat je zegt: Oké, okay, ik zit hier nu op een bepaald punt. Ik weet zelf niet waar dat ik zit in die kamer en ik moet die deur vinden. Ja, een businessplan maken is belangrijk. Hè? Als je hoort dat op een bepaald plaatsje iets heel gevaarlijk is, bij wijze van spreken, dan moet je zeggen: Oké, okay, daar ga ik niet naartoe ja. gaan. Hè? Dus, dus je moet in het begin, initieel, je strategie wel wat maken. Dat is je businessplan. Maar dan moet je het gewoon gaan doen. Hetgeen wat ja. ik vaak zeg: just do it. Hè? Execution. Dan refereer ik niet naar. Ja, execution. Proberen. En ja, dan gaat je een keer serieus vallen. En dat gaat pijn doen, en dan moet je zeggen, oké, okay, op, terug, recht, dat hebben we al bijgeleerd. En we gaan terug voort. En de mensen die dat heel, heel sterk kunnen doen, die methodologie kunnen toepassen, want het is niet gewoon van op hun bek gaan, oké, okay, het is niet, nee, nee. Je moet op hun bek gaan, je moet weten waarom dat je op hun bek bent gegaan, en dan moet je weten, oké, okay, wat ga ik volgende keer anders doen? Dat je dat niet twee keer opnieuw doet. Maar als je dat supersnel kunt blijven itereren, blijven kunt proberen, 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 op een bepaald moment gaat je onwaarschijnlijk veel verder staan dan wanneer dat je het safe hebt gespeeld. Ja. Uh, waarmee dat ik niet wil zeggen dat je roekeloos moet zijn. Dat is ook weer hè, ja. het, het nee, nee. tegenovergestelde. Maar ik denk dat je begrijpt wat ik wil zeggen: van, het is echt wel met vallen en opstaan. Ja, ja um, absoluut. En ik denk dat, de, dat, dat in België, dat hangt ook deels vast aan, aan hoe dat wij vaak worden opgeleid, denk ik, uh, op, de, op de scholen en op de universiteiten. Uh, wij worden afgeleerd om te vallen. Ja. Maar dat vallen is een essentieel proces, zal ik zo maar zeggen, om, om die, die tijd te, te voelen, ja. om dan terug op te staan. Ja. En het is dat opstaan dat belangrijk is. Ja. En ik denk dat mensen die vallen en daar zeggen, ah, het is niet gelukt, dat is heel jammer. Ja. Het is het leren opstaan en terug verder gaan, dat is hetgeen wat superbelangrijk is. Ja, je zegt terug opstaan, dat is wat je eigenlijk met Poppy hebt gedaan. Hè. Toch zit je opnieuw in een B2C-model. Um, <laughs> hoe komt dat nu zo goed, hè? Uh, Wel, ja... ja. Ik, ik, denk, ik denk, ja, wij hebben wel iets met B2C. Ik vind, ik, ik vind dat heel fascinerend om, uh, om, om ja. B2C te ondernemen, maar dat is gewoon een persoonlijke voorkeur. Maar Het is ook wel de Achilleshiel van de start-up wereld. Uh, ja, dat klopt, dat klopt. En zeker in België. Hè. Ik denk uh, B2C, het is niet gemakkelijk. En waarom is B2C in België moeilijker? Ik denk dat. dat je moet daar niet te ver naar gaan zoeken. België is gewoon geen B2C-land. Ja. Wij zijn een klein land, wij zijn een land dat uh, Laten we zeggen, drie talen heeft. Um, dan nog eens een keer drie regio's, dan nog een hoop ja, ja. meer regeringen met veel meer wet. Dus wij hebben niet, laten we zeggen, de typische unified market. Ja. Zoals je in de US hebt, in de UK hebt, in Nederland, in Duitsland, in China, die hebben wij niet. Uh, dus dat maakt dat inderdaad een B2C-bedrijf opstarten. Ja, daar heb je een grote target addressable market voor nodig. Die is gewoon moeilijker in België. Uh, toch wouden wij starten met een B2C-bedrijf terug in België. Um, Poppy. En we wisten dat we daar ook wel serieus wat geld voor gingen nodig ja. hebben. En uh, het is eigenlijk zo dat, uh, dat uh, onze, onze investeerder, uh, Labbox, wat een investeringsvehikel is van Dieter Auto, zij hebben eigenlijk ons gevonden. Want zij zeiden van, kijk, um, we hebben carsharing en we zien dat wel gebeuren, want hetgeen wat wij doen, by the way, it's nothing new under the sun. Dat gebeurt ja, ja. nog. Het is de manier waarop dat je de executie doet, de manier waarop dat je bepaalde elementen, eh, uh, wat we zeggen, in de realiteit brengt, dat is hetgeen wat het bedrijf uniek kan maken. En dus we zien in de rest van Europa, in de rest van de wereld, is carsharing aan het opkomen. Um, ik kan hier een heel verhaal vertellen waarom dat carsharing the way to go is, maar dat ga ik nu niet doen. Um, maar zij zeiden, en wij zeggen, ja, wij zien dat eigenlijk ook. En wij geloven daar heel veel in en wij willen, dat, wij willen dat graag echt trekken. En wij willen graag dat bedrijf ja. maken. Want wij wisten dat oké okay, een idee is niks waard. Uh, het is de executie ja, ja. van het idee dat alles waard is. Als er één ding is waar je het um, met flavor, dan uh, is het dat. Ja, dan, dan een... is het dat wel. Ja. Hè? Want, want heel vaak zeggen mensen wow, wat een idee, hoe komt het toch op? En ik word er dan soms een ozel van. Wij, maar dit heeft, heeft niks, niks te maken met, de, met het succes. Het is puur de executie. Soms met een slecht idee, met een geweldige executie, kun je heel erg ver geraken. Ja. ja. Um, dus um, dus ja, hè? we hebben laten we zeggen elkaar wat gevonden en hebben gezegd oké, okay, we gaan er nu gewoon voor gaan. En dat is een andere manier van financieren. Hè. Het is niet het model waarop wij hebben gezegd, wij starten een bedrijf en wij gaan op zoek naar uh, VCs enzovoort. Want we wisten, het is heel veel geld dat we nodig hadden. Voor één jaar hadden we al zeker vijf miljoen euro nodig om, om effectief hè, uh, dat bedrijf deftig in de markt te kunnen zetten. Want we dat hebben we ook geleerd uit Flever, dat Flavor, dat go-to-market superbelangrijk is. Kan je daar misschien wat verder op ingaan? Uh, uh, ja, ja, ja. Ja, ja, uh, ja, ja, ja. Nee, graag. Uh, ik denk, um, wij bouwen graag hè, in België. Letterlijk en figuurlijk. Ja. We bouwen graag huizen. Wegen. Uh, wegen. <laughs> Um, maar we bouwen ook graag uh, software, ja. producten. En, we hebben heel en dat is goed trouwens. Ik denk dat, en dat hoor ik van veel mensen internationaal, dat de Belgische ingenieurs zeer goede, en, en ook eh, software engineers, ja. zeer sterke profielen zijn. We moeten echt niet onderdoen met de rest van de wereld. Daar mogen we ook heel trots op zijn. Wij zijn ook zeer kritisch voor onszelf. Um, ook heel bescheiden. En uh, ik denk dat, uh, dat in België wij heel vaak die mentaliteit hebben van oké, okay, we gaan iets geweldig bouwen, ja, een product uh, maakt eigenlijk niet uit wat het is. En eens dat we dat hebben gebouwd, dan gaan we succesvol worden. België de bouwer. Ja, als je het zo wilt noemen, België de bouwer. De realiteit is dat dat helemaal niet waar is. Ja, je hebt wel een goed product nodig. Uh, nee, een goed product gaat niet maken dat je succesvol gaat zijn. Het is een onderdeel van succesvol zijn. Uh, het is heel belangrijk dat je ook zwaar investeert in die go-to-market, in marketing. Uh, zeker, hey, kijk naar B2C: een product maken. Oké, okay, dan heb je een product, maar. Niemand weet wie dat je bent. Niemand weet wat het is en waarom dat zij het in godsnaam zouden moeten gebruiken. En uw product hoeft dan ook nog niet op punten te staan. Hè? En het hoeft nog niet eens op punten te nee. staan. Maar dus het is heel belangrijk om zo snel mogelijk naar die markt te gaan en te investeren in die market acquisition, in die customer acquisition, zorgen. Dat, ja, dat, dat je klanten erbij komen. Dat is belangrijk voor twee zaken: Eén, voor die marktvalidatie. Dat je ja. kunt laten zien van er zit effectief iets in hetgeen wat ik hier probeer te bouwen en te verkopen. Maar twee, de feedback die je gaat krijgen van je klanten terwijl dat zij klant zijn en je product nog niet 100% klaar is, dat is de feedback die je gaat gebruiken om je product verder te maken. Ja. Um, en dat maakt dat je effectief een product gaat maken wat de klanten willen in plaats van dat je een product maakt wat jij denkt dat de klanten ja. willen. En in die end blijkt dat het niet zo was. Um, en ik denk in België dat er heel vaak wordt gedacht, oké, okay, we gaan bouwen, we gaan bouwen, we gaan bouwen. En dat is goed, moeten we blijven doen, maar we moeten ook echt wel niet vergeten... Laten groeien, dat we, ja. Dat we moeten durven inzetten op groei, op marketing, op acquisitie. Dat kost ook geld en dat kost heel veel geld. En vaak wordt daarop bespaard, wat heel spijtig is, want door op, wat we zeggen, customer acquisition, door op die groei te besparen, ja, gaat je mogelijk niet die kritische massa halen om effectief succesvol te kunnen worden. En hoe heb je die visie toegepast op Poppy vanaf het begin? Vanaf het begin hebben we bij Poppy gezegd van, oké, okay, um, we moeten zo snel mogelijk aan de markt gaan. Uh, wij zijn gestart met Poppy, ik um, even denken, in juli 2017, uh, zijn wij daaraan beginnen werken. Ja, dus zijn wij ons beginnen inwerken in die markt, gaan kijken hoe werkt dat juist, hoe is die techniek, hoe zit dat allemaal in, in, in elkaar. In januari, dus eigenlijk een, een zes maanden later, hebben wij 350 wagens in Antwerpen gelanceerd. Ja. Um, als wij heel lang zouden bezig geweest zijn met nadenken over hoe dat we dat best zouden doen en hoe dat we dat het best zouden kunnen bouwen enzovoort, dan hadden we waarschijnlijk een jaar later nog niet gelanceerd. We hebben gezegd van, oké, okay, we moeten zo snel mogelijk naar de markt, dat product moet goed zijn. Ja, maar heel vaak wordt er gezegd van, if you're not embarrassed by the first version of the product, it's already too advanced. Dat was hier ook, ja, we weten dat het beter kan. We weten dat er verschillende dingen beter kunnen. En we vinden het ook niet eerlijk dat mensen dat tegen ons blijven zeggen. Dat houdt ons ook scherp. Maar we weten dat, we zijn eraan aan het werken. Maar wat we nu wel hebben... We zijn nu 11 maanden verder na de markt en na in de markt te zijn. Met een product dat zeker en vast goed is, maar het kan uiteraard nog veel beter. Het kan altijd beter. Het kan altijd beter, dat klopt. Maar het kan zeker nog beter dan waar we vandaag zijn. Maar de realiteit is wel dat we 18.000 geregistreerde klanten hebben die al meer dan 1,8 miljoen kilometer hebben gereden met die vloot. Nice. En dus dat maakt dat wij ja, tangible metrics hebben en dat we tangible user stories hebben. Waarop dat wij nu kunnen verder bouwen van ja, wat is de beste manier om dit bedrijf door te laten schieten. Ja. En daar heb je klanten voor als een iteratief proces, waarin dat je moet nadenken, maar waarin dat je vooral heel, heel, heel veel met je klanten moet praten. Ja. Um, en, uh, ik Doe start uh, dat te weinig, denk je, in dialoog treden met je klanten? Ik weet niet of dat start-ups dat da als such te weinig doen. Ik moet zeggen, ik ben voornamelijk gefocust op mijn eigen bedrijf. Ja. Dus, dus, dus soms heb ik zo de tunnelvisie op, op het startup landschap Ik denk, in het begin was ik veel meer bezig met. Wat gebeurt er allemaal in het startup ecosysteem enzovoort? Ik denk dat ik daar nu veel minder mee bezig ja. ben. Niet omdat het mij niet interesseert, in tegendeel. Het interesseert mij zeker en vast wel. Um, maar ik ben gefocust op mijn ja. eigen bedrijf. Het dus is goed, En vooral om te kijken, nou, wat moet ja. ik nu doen om, om zo snel mogelijk te doen? Dus, dus ik weet niet, doen anderen dat wel? Ik hoop het wel. Ja. En, en als we het niet doen, dan moeten ze dringend dingen doen. Okay. Um, maar wij, wij, wij nodigen mensen uit het kantoor. Uh, wij zitten zeer zwaar in op onze customer support. Yeah. Um, zodanig dat wanneer er een probleem is, dat die mensen echt geholpen worden. Dat we daar tijd en geld in investeren. Uh, om te zien hoe kunnen we dat gaan vermijden enzovoort. Dus daar investeren we heel veel in. En ik denk dat dat een van de zaken is waarin dat wij met Poppy ons echt willen gaan differentiëren. Zowel naar de klant toe. Hè, uh, zorgen dat ze de beste customer experience krijgen. Waar dat customer support een belangrijk onderdeel van is. Maar ook door die intimiteit met, met klanten ook zeer snel nieuwe zaken kunnen ontwikkelen die die klanten net willen en daardoor echt een Concreatie. mobiliteitspartner kunnen worden ja. voor de mensen in plaats van gewoon een provider. Ja. Uh, dat is voor ons heel belangrijk. Ja, ja um, dat wou ik ook vragen, J jullie zijn opnieuw in B2C, uh, een B2C-model uh, B2C bezig, maar denk je dat het ook helpt dat jullie een maatschappelijk probleem aankaarten, die mobiliteit? Uh, want ik, ik, ja, we zitten hier in Brussel in de studio. Uh, ik kan heel veel verhalen vertellen over uh, autorijden in Brussel. Ja. Um, denk je dat dat, dat dat een belangrijke rol speelt? Dat jullie timing een beetje, zal ik zeggen, ja, ik dat dat... op het juiste moment. Ja, absoluut. Hè. Ik denk dat een van de belangrijkste aspecten bij, bij succes bij een bedrijf. En ik weet het toch niet, want ik ja. heb nog geen groot succes gehad. Hè, maar uh, ik lees veel en ik hoor veel. Uh, ik denk dat timing een van de belangrijkste aspecten is. Yeah. Timing moet goed zitten. Dan kun je voor een deel anticiperen, maar je hebt ook een deel externe factoren. Dus dan moet je gewoon lucky zijn yeah. hè, met zo'n zaken. Ik denk dat mobiliteit niet alleen in Brussel, maar ook in Antwerpen, en gewoon de benadering, eigenlijk overal in de wereld een probleem aan het worden is. Yeah. Dus dat is een maatschappelijk probleem waar dat heel veel spelers nu mee bezig zijn. Um, dat is een enorm grote markt. Die Target addressable Market is, is enorm. Uh, en wat wij zeggen is van ja, wij zijn totaal niet bezig met bijvoorbeeld wat onze concurrenten doen. Uh, want onze grootste concurrent is niet een ander um, car sharing platform of scooter sharing platform of. waarschijnlijk. Ja, dus niet de mens, het is de menselijke mentaliteit en het is hun ja. privéwagen. Zolang dat, dat jij je eigen auto voor de deur hebt staan, gaat het die gebruiken no matter what. Ja. Of ...gaat je geneigd zijn om die te gebruiken. Maar dat is toch niet moeilijker? Om een mentaliteitswijziging teweeg te brengen bij je uh, gebruiker. Je moet ja, dat, een beetje gaan opvoeden eigenlijk. Dat klopt. Ja, je moet mensen gaan opvoeden. En dat doe je zowel dus door de ratio als door het gevoel. Capture ja. people's hearts and minds. Dat is heel belangrijk. Uh, mensen moeten echt geloven wat je doet. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Van dat je ook als ondernemer heel veel moet geloven wat je doet. Zodat je dat met heel veel overgave, uh, overtuiging, uh, passie kunt vertellen. Ja, klopt. Uh, en dat mensen zeggen van... ja, Wat, wat, wat een die je zegt... Daar zit wel iets van hè? Daar zit wel iets in. Um, en, en die herkenbaarheid creëren bij mensen is heel belangrijk. Uh, maar daar stopt het niet. Hè? Nee, nee. Uh, de conversion is hetgeen waar dat het effectief ook niet stopt, want eh, dan heb je retentie. Mensen moeten hem blijven gebruiken. Um, maar, uh, maar ik denk het feit dat we op een maatschappelijk probleem hebben ingetapt, ja, dat wil gewoon zeggen dat daar een groot probleem is. En daar waar een probleem is, is er hopelijk ook een grote vraag naar een solution. Ja, je ja, zegt ook van, we kijken niet heel erg naar de, de, de echte concurrent, want uh, allez, ja, dat de, je zegt dat net, maar um, moest je bijvoorbeeld schalen naar Brussel, je enkel in enkele Antwerpen actief, maar moest je schalen naar Brussel, daar ja. is er Uber. Ja. Nu in Antwerpen, uh, een tijd geleden werd er Wim gelanceerd. Ja. Um, zijn dat ook geen concurrenten? Nee. Uh, allez, ja, uh, je, je kunt kiezen hoe je die definieert. Ik definieer die uh, partijen als partners. Ja. Uh, waarom? Hoe meer platformen dat er zijn die een alternatief bieden op de privéwagen, hoe meer kans er is dat... We want we zeggen al die platformen te samen erin slagen om die privéwagen van zijn troon te stoten. De mentaliteit wijzigen. En de mentaliteit te wijzigen. Want als er maar één platform is wat je kunt gebruiken ter vervanging van je, van je eigen privéwagen, ja, als dan er geen auto in de buurt is ofzovoort, ja, dan is het van... Oh shit, mensen willen keuze. Mensen willen keuze, mensen willen de beschikbaarheid hebben. Je kunt ook niet als één platform alles gaan, uh, gaan doen in één stad. Dus hoe meer dat er zijn, ja, hoe meer dat die markt van de privéwagen gaat verkleinen en hoe groter die markt wordt... Van, van de nieuwe mobiliteit. En als je dan gaat kijken, nu in Europa, maar 1% van de Europeanen is ingeschreven op een uh, shared mobility platform. Car sharing, scooter sharing. 1%. Dus ofwel gaan nu, laten we zeggen, die, 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 ja, die bedrijven, gaan die met elkaar beginnen vechten omwille van die 1%, want dat zou het domste zijn dat ze kunnen doen. Of anders moeten al die bedrijven zorgen dat ze die andere 99% van die markt kunnen overtuigen. Want ik moet er geen tekening bij maken. Dat als je, als die markt nog maar met procentpunt zou stijgen, ja, dan is de impact voor de bedrijven als Poppy is die immens. Dus wij moeten zorgen dat we ja, een alternatief brengen voor de privéwagen, voor het feit van mijn auto, mijn vrijheid en de auto koning hè, koning auto, daar moeten we iets op doen. Ja. Want dat werkt ook niet meer. Als je kijkt, mensen gebruiken een auto maar 5% van hun tijd, en de andere 95% staat hem stil. 30% van de urban surface, dus van het stedelijk gebied, wordt ingepalmd door auto's. Dat is waar. In België spenderen we 3125 ton CO2 per capita enkel aan mobiliteit. De gemiddelde ochtendspits is 145 kilometer in België. Is. En een laatste getalletje is dat we 500.000 euro per dag verliezen aan productiviteitsverlies omwille van files, enkel in België. Oh, dat is echt... En het strafste van al vind ik dat als je al die getallen bekijkt... Is niet digitale individueel, is zelfs niet digitale in groep, maar is het feit dat blijkbaar als maatschappij wij dat normaal zijn beginnen vinden dat dat zo is. Dus dat wij blijven, we, ja, maar dat is altijd al zo geweest. Dat ja, ik sta morgens he? in de file, ik, sta, ik doe dat zo. Ja, en dat, dat is de mentaliteit die ja. moet gewijzigd worden. Ja. En dat is natuurlijk hetgeen wat moeilijk is. En dat heeft tijd nodig. En tijd equals money. Dus je hebt er ook geld voor nodig om effectief die tijd te kopen en te zorgen dat je dat gaat doen. Maar de upside van als die mensen dan toch eindelijk het licht gaan zien, hoop ik, waar ik denk dat het licht is. Ik wil niet arrogant zijn en, uh, en claimen dat ik weet wat het licht is, maar ik heb toch een idee waar dat ik denk dat de maatschappij naartoe moet op vlak like van mobiliteit. Um, ja, op dat moment, ja, dan wil je er wel bij zijn. Want dan gaat het effectief uh, de hockey stick curve zijn, dat er elke start natuurlijk wilt. Ja. Um, maar een groot deel van het fileverkeer is ook zoekverkeer naar parking. Mm -hmm. Hoe uh, pakken jullie dat probleem aan? Want je, uiteindelijk, de poppy, je moet hem kwijt kunnen, hè? Ja, dat klopt. Uh, ik denk, uh, daar is een deel wat wij daaraan kunnen doen, en dat doen we al. We werken bijvoorbeeld in Antwerpen samen. Uh, ja, dus eerst en vooral, je kan de auto en de poppi-auto overal op publieke plaatsen in Antwerpen ja. achterlaten. Je moet nergens een parkeerticketje nemen. Dat is een samenwerking die wij met de stad Antwerpen hebben. Um, maar wij bieden ook privéparkings aan. Bijvoorbeeld in het centrum van Antwerpen, uh, aan de Meijer. Uh, daar hebben we een parking waar je effectief kan inrijden. Dus je hebt een paycard in de auto. Um, nee, dat is een publieke parking, een betaalparking. Maar je kan er als gebruiker gewoon gratis inrijden. Er zijn speciale plaatsen die voorbehouden zijn voor Poppy. Uh, meteen aan de inkom, dus je kan je auto achter laten. En dan ben je gewoon terug weg. Super gemakkelijk. Dat is een soort van hotspot. Zo willen we meerdere ja. hotspots gaan creëren in de steden. Dus dat is hetgeen wat wij als bedrijf kunnen aanbieden. Ja. En kunnen doen. Natuurlijk, het is niet enkel het bedrijf dat, uh, dat hier een f voor moet doen. Het is natuurlijk ook <laughs> hè, de stad die een f voor moet doen. Want uh, de manier waarop ik denk dat het zou moeten evolueren, is dat ik heb geen probleem dat mensen een pri privéwagen hebben. Helemaal niet. Dat is voor mij, mij oké. Okay. Ik begin er wel een probleem mee te hebben maar, met privéwagen. Voor mij is het een probleem dat er zoveel mensen in NNM hebben en hem niet gebruiken. Ja. Uh, dat is een probleem. Ja. Maar er zijn mensen die gewoon heel veel met een auto moeten rijden. Ja. Um, oké, okay, dan begrijp ik dat die mensen misschien best nog gebaat zijn nu met een auto. Maar dat is niet voor iedereen zo. Um, het probleem is dat iedereen die auto gewoon boven ons parkeert. In de straten. En je kunt nergens nog parkeren. Ik geloof veel meer in, laten we zeggen, een strategie op stedelijk gebied, waarin dat die auto's op ondergrondse parkings moeten komen, op betaalparkings moeten komen. En dat eigenlijk de, de bovengrond, hè, de oppervlakte van de stad, mm -hmm. veel meer is aan fietsers, aan steps, aan deelauto's. Um, dat eigenlijk die mobiliteit een heel goede circulatie kan hebben. Ja. Uh, want anders, ja, dat zijn zaken. En je haalt een terecht punt aan. Um, als je je poppy niet kwijt kunt... Ja. Dan zit het probleem niet op. Je kunt, je, je kunt dat ene keer doen, je kunt dat een tweede keer doen, maar dan gaat dat zo gefrustreerd zijn: van ja, maar nu zit ik hier met mijn deelwagen en ik krijg hem niet kwijt. Ja, dan ga je er ook mee stoppen. Dus al die auto's, die 95% stilstaan van de tijd, die staan letterlijk, zoals ik het zie, in de weg van de toekomst van mobiliteit. Want door het feit dat die daar staan, kunnen mijn auto's of bij uitbreiding andere deelwagenauto's daar niet staan. Ja. En dat is dan belangrijk om ja, die, die initiële schwung eraan te krijgen. Ook opvallend is dat je met Poppy, um, ja je, je doet dat met mensen die je al kent, uh, Moos terug van, van Flavor ja. uh, en ook Niels Petermans ja. van uh, Conversation Starter vroeger. Um, heeft dat jou geholpen omdat je ook elkaar kent, elkaar kunt inschatten? Uh, in welke mate heeft dat voor meer snelheid gezorgd? Ja, ik denk heeft dat mij geholpen en ik durf zelf verder gaan, dat heeft mij gered. Uh, ik denk, uh, ik, zou, ik zou dit totaal niet alleen gekund hebben. Ik, uh, ik ben er totaal niet trots, uh, trots genoeg voor om dat niet te moeten toegeven. Ja. Ik ben daar zelf trots op dat ik dat kan toegeven. Ja. Uh, ik denk de sterkte van zowel uh, Flavor uh, destijds als nu met Poppy is het team. Ja. Uh, 100 Maar het is wel een ander team. Hè? Uh, het is een ander team, maar ja. er is een deel van het team van Flavor Flavorlees meegekomen. En voor een deel dat we een team hebben opgebouwd bij Poppy. Uh, maar zoals ik daar straks ook zei, mensen die onwaarschijnlijk geloven mee in hetgeen wat we gaan doen. Uh, dat is heel belangrijk. Uh, mensen die echt gecommit zijn tot het succes van het bedrijf. En ik zeg altijd: je hebt drie typen mensen. Hè. Je hebt mensen die altijd maar problemen zien en altijd maar over problemen aan het zagen zijn. Het type mensen die al die problemen zien, aanstaande zijn een probleem het ook effectief oplossen. En dan heb je mensen die het gewoon oplossen. En achteraf zeggen, ah oh ja, 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 ik dat heb was dat, opgelost. Ja. dat was een probleem, <laughs> dat ik heb dat opgelost. Het is die derde categorie dat wij willen. Ja. Uh, dat zijn de mensen die zorgen dat je heel snel kunt beginnen gaan als bedrijf. Okay. Dat maakt ook dat die mensen fouten gaan maken. Maar dat is perfect oké. Okay. Ze ja. zullen de deur zie... wel vinden. Ja, ze zullen de deur wel vinden. En ze zullen hopelijk alleen niet te veel op hun bekje gaan zijn, ja. maar on ongetwijfeld een paar keer op hun bekje ja. gaan zijn. En denk als je kijkt naar hoeveel duizenden euro's grote bedrijven uitgeven aan trainingbudgetten uh -huh. ja wij doen dat niet maar wat wij zeggen is van ja we hebben experimenteerd dus doe probeer en oep dat is niet gelukt oké okay, daar heb je enorm veel mee geleerd okay. doe het nu op een andere manier en dat is de manier waarop wij proberen heel heel iteratief met bedrijven en constant door te gaan innovatie komt van overal van kanten waar we het soms niet verwachten er is bij ons een werknemer geweest die totaal geen IT background heeft vers in de verse verte niet uh, en die in één keer eh, voor de boeteverwerking van onze, van, uh, van, van onze vloot... Hè, want ja, auto's rijden soms te snel en hebben soms een boete. Die daar een OCR-technologie op heeft gezet. Uh, dat die boetes automatisch worden ingelezen. En dat is één voorbeeld. Ons bedrijf zit vol met dat type profiel. Die constant proactief liggen nadenken van hoe kan ik het verbeteren. Ja. En dus dat zijn de mensen die we, die we aanwerven. En dat zijn de mensen waar ik onwaarschijnlijk dankbaar voor ben. Dat wij die kunnen aantrekken en kunnen houden. Um, betreffende, laten we zeggen, mijn co-founders. Uh, ik denk... Um, ja, bij Poppy hebben we een managementteam dat uit vier personen bestaat: uh, Moos, Niels, ikzelf en mijn CFO Pieter Jan. Ja? Uh, en ik denk dat um, Moos, Niels en ik, wij zijn echt drie handen op één en buik op vlak van: hè, wij zijn drie ondernemers, we hebben wat dezelfde mentaliteit. En Pieter Jan is degene die eigenlijk ons onder controle moet houden. <laughs> Dat hoort je vaker. Dat is ook heel belangrijk, nee? maar, dus, maar, maar het is heel belangrijk om een heel goede wisselwerking te hebben. Moos is onwaarschijnlijk sterk in marketing. Ik ken weinig mensen die zo sterk zijn in marketing als Moos. Of, ik ken geen mensen die zo sterk zijn. Ik ken ze niet, hè? ze zullen misschien zijn. Maar tegen de tijd dat ik ze ga kennen, gaat Moos beter zijn. Dus dat is onze Moos. marketing eh, krak Nils, operationeel een wonder. Uh, die kan ervoor zorgen dat... dat allee, die ziet dingen en die zorgt dat dat gewoon gebeurt. En dat is heel gemakkelijk ook voor mij als CEO, van dat ik een bepaalde strategie kan uitdokteren. Ik kan zeggen, dat is waar ik naartoe wil en dat is de reden waarom ik daar naartoe wil. En ik zorg dat we de middelen daarvoor hebben. Dat je dan een heel sterke operationele rechterhand hebt die ook zorgt dat dat daar komt. Ja. En dan een marketing rechterhand die zorgt dat je de markt kunt acquiren. En dan hebben we Pieter Jan die zorgt dat alles onder controle blijft, financieel enzovoort, wat natuurlijk het zijn grote bedragen. Dus ook belangrijk dat daar een grote vorm van professionaliteit op zit. Hè, wat natuurlijk, vele startups overstijgt als je ineens een groot budget hebt. Dat was voor ons ook in het begin aanpassen. Op vlak van compliance, op vlak van financieel management moet het toch ook wel een stapje hoger gaan. Dus een goede CFO is daar ook heel belangrijk om je daarmee in te ondersteunen. En dat is een beetje de wisselwerking die wij hebben en dat maakt het voor mij ook gewoon leuk en draagbaar dat we dat samen kunnen doen. Beginnen we bij Poppy ook een paar keer, ja, serieus wat problemen gehad en uh, zijn onze auto's letterlijk en figuurlijk soms uit een bocht gegaan. Um, <laughs> En, uh, en dat is niet gemakkelijk. En als je dat alleen als ondernemer zou moeten capteren, dan kan ik me voorstellen dat dat onwaarschijnlijk zwaar moet zijn. Ja. Want dat was voor ons als groep al zwaar. Uh, maar ik denk net omdat we daar als groep zeggen van oké, okay, one problem at a time. Gevoel, en we gaan ja. gewoon zorgen dat we dat opgelost krijgen. Uh, we're in it together. Dat zorgt ervoor dat, dat iedereen er wel energie kan uithalen. Uh, dus, dus ik geloof tot op vandaag dat het, een sterk team, dat is het enige waar je niet op kunt rateren. If you fuck that up, dan kun je het vergeten. Um, als je dat nailt dan heb je een heel hoge kans dat het effectief gaat lukken. En waarom? Niet omdat die mensen weten wat ze moeten doen, maar omdat die mensen weten dat er veel dingen zijn dat ze nog niet weten. Die, de, die bepaalde manieren hebben om naar, naar het leven, naar de wereld te kijken en gewoon te zeggen, we gaan dat gewoon doen. Um, mensen gaan misschien zeggen dat we zot zijn, maar we gaan dat doen en we gaan bewijzen dat we gelijk hebben. En dat zijn de mensen die ik graag rondom mij heb. Wauw, uh, ik weet niet wat het met jullie zit, maar ik heb super veel geleerd. Um, indien je dat nog altijd niet gedaan hebt, zeker abonneren. Um, dankjewel, Alexander. Om erbij te zijn. Dankjewel, Magali.